Steeds meer mensen kiezen bij hun nieuwe auto voor gelaagd glas in de voorste zijruiten. En dat heeft een aantal voordelen, waarvan de belangrijkste is isolatie. Je interieur is stiller. Maar het heeft ook een nadeel. Het is bijvoorbeeld niet meer kapot te breken met een veiligheidshamer. En in deze video neem ik je mee in alle plussen en minnen van gelaagd glas. Hoe herken je nou of jouw auto gelaagd glas heeft? Dat is toch goed om te weten. Ten eerste de voorruit, die is bij moderne auto's altijd voorzien van gelaagd glas. Dat betekent dat je met een aanrijding of met een opspattend steentje niet een geheel versplinterde ruit hebt zonder zicht, maar je hebt een sterretje of een barst in je ruit. Dat is wat betreft de voorruit. Als we het dan hebben over de zijruiten, ik heb deze al iets naar beneden gedaan, dan kun je het vooral herkennen aan de bovenkant van je zijruit. Die is in dit geval een beetje gebold en bestaat uit één geheel. En daaraan herken je dat het geen gelaagd glas heeft. Deze auto heeft er dus niet. Maar hoe herken je nou bij je auto als die wel gelaagd glas heeft? Nou, dat kan op verschillende manieren. Ten eerste, in je ruit zit bij het geval van gelaagd glas het Romeinse teken 11, eventueel met een A'tje erbij. En dat A'tje staat dan weer voor akoestisch. Dat betekent dat het gelaagde glas ook nog geluidsdempende aspecten heeft. Maar ook hier kun je het, net als bij het niet gelaagde glas, vooral goed zien aan de bovenkant. Je ziet bij dit gelaagde glas dat hij uit twee glaslagen bestaat. En tussen die twee glaslagen daar zit een flinterdunne folie. Die folie die zorgt er dus voor dat bij een eventuele breuk of schade het glas ook in één geheel blijft. Dus niet gaat versplinteren. Daaraan herken je het. De achterportieren die hebben soms gelaagd, soms niet gelaagd glas. Dus het kan ook zijn dat je auto alleen de voorportieren en niet de achterportieren gelaagd heeft. In dit geval is het wel zo, want ik zie hier ook weer die dubbele glaslaag met de folie ertussen. En goed om te weten, de achterruit die is nooit van gelaagd glas. Het grootste voordeel van gelaagd glas merk je eigenlijk als je in de auto rijdt. Dat is namelijk isolatie. Zowel isolatie van warmte, buitentemperatuur, als van geluid. De auto is een stuk stiller. En dat is natuurlijk vooral bij elektrische auto's waar je nog alleen windgeruis hebt, is dat een belangrijke toevoeging. En daarnaast is het thema veiligheid ook een voordeel bij gelaagd glas. Op twee manieren. Enerzijds bij een crash aan de zijkant. Als je ruit breekt heb je geen splinters met gelaagd glas. Maar ook bij een inbraakpoging. Een inbreker die kan niet de ruit inslaan om iets uit die auto te pakken. Kortom, veiligheid en comfort. Ja, veel voordelen dus aan dat gelaagde glas, maar er is ook een nadeel. En dat heeft met deze te maken, je veiligheidshamer. Je kunt namelijk niet van binnenuit je gelaagde glas kapot slaan. Dus het is goed om te weten wat je hebt. Deze worden wel geleverd bij onze nieuwe auto's. Twee stuks aan boord. En je kunt hiermee ook de gordels opensnijden. Dus dat is een ander voordeel dat hier aan zit. Of iemand anders helpen om het ruitje in te slaan bij een andere auto die geen gelaagd glas heeft. En het is ook goed om dus bij jouw auto te checken of je bijvoorbeeld je achterruiten geen gelaagd glas zijn, want dan kun je ze wel open tikken van binnenuit. Kortom, wees je daarvan bewust en doe bij je eigen auto even die check.